Goedemorgen. 1, 2, 3, fuck it. Weer de volgende ochtend en het is vandaag zondag. We gaan ontbijten. Het is 9 uur, dus het is onze beurt om te ontbijten. En daarna gaan we naar de sneeuw weer. Dus mijn outfit ziet het niet zo goed zo. Zijn jij mijn hard rail aan het bekend maken? Ja. En dat wil ik niet, dat kost geld. Oh god. Oké, we gaan vertrekken naar de sneeuw. Dat is wat ik aan heb. Mijn broek is Stradivarius. Oei, wat zit hier? Ga maar gissen. Dat is gewoon zo'n leren beige. Mijn trui is van Naked, zo met een zip. En daaronder heb ik nog een sepulke aan. Of hoe noemt dat? Sepulke? Rolkraag truitje. Van, ook van Naked. Dus voor de warmte. En dan ga ik een witte jas aan doen van de Pull & Bear. En mijn schoenen, mijn boots zijn ook van Naked. Mijn broek is eigenlijk iets te kort. Maar, wat? Mijn broek is eigenlijk iets te kort. Ja, dus ik moet dat er de hele tijd insteken. Anders zit je mijn witte sokken. Maar stop. Komt goed. En Niels ziet er ook fabulous uit. Hè, schatje? Ja. Hij vindt van niet, maar... Jawel, toch? Niet? Zal dat als gisteren? Ik heb een heel ander hemd aan en een heel andere trui. Dus, en ik pak nog dit jasje ook mee. Want het matcht keigoed, weet je. Voor de foto's, hè. We do it all for the picture. Erg eigenlijk, maar... It's part of the job. En dat zien veel mensen niet. Mensen denken, oh, gezellig een tripje. En natuurlijk moeten we hier ook content shooten. We shooten voor Naked dit weekend, vooral. En dan, ja, gewoon ook voor de gram, hè. Voor... op Instagram iets te posten en ja, Naked, dus de klant ook waren voor shooten, dus dat is ons plan, hè. Let's go. We zijn aangekomen aan de sneeuw, daar zijn Celine en Nick. Oh. Maar het is precies echt kouder als gisteren, hè. Ja, en fris. Ja, ik heb het ook heel koud. Amai, oh, ik ben thans goed dik ingepakt. Maar toch. Oh, ik ben er echt. In the night, you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Zit erop. Ik heb weer dezelfde outfit aan als toen we vertrokken. En nu gaan we dus terug. We hebben twee hele leuke dagen gehad. Vandaag was ook nog heel fijn in de sneeuw en het zonnetje scheen zo leuk. Dus dat was echt wel top. En nu gaan we terug naar onze katjes. Oeh, die mensen binnenkomen. We komen. Kom maar aan. De twee. We zitten nog in de auto staan voor de poort. Dus we zijn even aan het kijken wat we gaan bestellen bij Casa Reale. Dat is de nieuwe naam van Donatella. En ja, we hebben niks in huis. Dus we moeten straks sowieso iets eten. Dus we dachten we gaan er nu al doorbellen. Dan is dat straks klaar. Hopelijk raken we nog binnen, want dat is wel vaak niet daar. Dus we will see, hè.
Weet je het dan? Nee, dat is op zich. Ja, deze hier, die laatste met tomatensaus, mozzarella, spek en spinazie, is 55. Nummer 55? Ja. Ik ga dat even... Lekker! Ik ga dat heel even een bericht naar u typen. Vongole. 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 Niet Vongole. 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 Ik pak... Vongole. Spaghetti frutti di mare. Dat heeft geen nummer. Spaghetti... Spaghetti, is dat niet? Mari. Where is the number to call? Ik zal wel wat spullen naar binnen doen. I just like to call. Ja, is goed. I just like to call. You might. Bish. 011. Wil ik hier maar even die kameraden? Nog niks gaan zeggen, hè? Hallo. Oh, niet zonder mij. Ja, ik moet dingen binnendragen. Ja, ga maar. Die nemen niet op. Ja, daar zit vis in die dingen. Dat stinkt. Ja, schat, dat zit vis in die vuilzak. Vis. Pakje. Zet die maar buiten. Hallo, goedenavond. We willen graag bestellen voor 7:30. Kan dat nog? Ja. Oké, ene keer spaghetti frutto di mare. Ja, en ene keer pizza nummer 55. Oké. Wat bleef? Ja, ja, klopt. Ja. Op naam van Loop Talisa. Loop. L-O-U-P is dat. Ja. Oké, super. Dank u wel, tot straks. Dag. Dag. Die zijn altijd zo kei vriendelijk aan de telefoon. Echt super lief. Oké, let's. Ik anders de voordeur open voor al die jas. Ah ja, slim. Let's. Clean car out there, you know. We zijn ondertussen terug thuis. We hebben alles uitgepakt. Alles op zijn plaats gelegd. En nu ga ik de kerstboom afbreken. Nee? Ja, ik vind dat wel jammer, hè? Ja, ik vond dat ook jammer. Maar ja, het is toch al... Wat zijn we vandaag? 11 januari? 10? 12? 10? 10 januari, dus... We hebben hem toch even nog laten staan. Dus ja. Maar ik vind het ook wel spijtig. Want het is echt mooi. Hier. En hij past zo echt perfect bij. Heel het interieur. Stom. Maar ja. Let's do it, hè. Ja, wel. Ondertussen gedoucht, mijn haren gewassen, alles, echt een hele warme douche, was wel zalig. En nu hebben we eten gehaald bij Casa Reale. En ik heb, of course, de spaghetti frutto di mare, mijn favoriet. En jij hebt pizza? Show ja, us. Geen idee. Oeh, met spinazie. Ziet er wel lekker spinazie uit. Spinazie en spek. En we gaan de kampioenen kijken. En onze katjes zijn hier ook, babes. Ja. Trouwens, de kerstboom is officieel weg. Het ziet er echt zo leeg uit daar, maar even wennen. Ondertussen is het bijna 11 uur. En gaan wij slapen. Oh, mijn kamer, oei. Mijn camera stelt de laatste tijd zo slecht scherp. Don't know what's wrong, hè.
alleszins, we gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker. Thumbs up. Ik heb die handen vol. Laat een leuke comment na. En dan zien we jullie vrijdag.